Daar gaan we. Hoi, ik ben Boy, de experimenteerexpert van Quest Junior. En vandaag sta ik alweer voor de derde keer op het Generation Discover Festival, georganiseerd door Shell en zijn partners. Ik heb hier al twee eerdere vlogs gemaakt. Heb je die nog niet gezien? Eerst even snel checken. Vandaag gaan we weer een super vette vraag voorstellen aan de kids. En jullie moeten hem beantwoorden. Let's go! Dat was lekker zeg. Goed, jongens, ik wil weten tips om wakker te blijven. Even aan hem vragen. Volgens mij ligt hij ook te pitten. Yes. Wow, yo, hi. Yo. Heb jij nog tips voor mij hoe ik het best wakker kan blijven? Kijken op tv. Kijken op tv? Ja. TV kijken? Ja. Nou, supergoeie. Gaan we proberen. Heel hard geluid opzetten. Heel hard geluid opzetten. Kan je even mijn oor schreeuwen dan? Zo dat hard geluid zeg. Ik werd er helemaal wakker van, serieus. Heel veel koffie drinken. Koffie drinken, oké. Ga ik doen. Drink jij ook koffie zelf? Nee, maar ik niet. Nee, oké. Dan zou ik actief doen. Ja. En fit. En elke dag wel wat joggen. Maar dan word je wel een beetje moe. Maar dan, ja, dan kun je wel wat fit blijven. Gapen. Ja. Rondjes rennen. Rondjes rennen. Zoveel mogelijk eten dat je kan. Ja, heel veel koffie. Koffie. En naar je telefoon kijken. Oké, goed jongens. Ik heb een hele hoop goede tips gekregen. Maar hier heb ik nog even drie echte tips die echt werken. De eerste is, inderdaad al eerder gehoord, keihard rondjes rennen. Ga ik nu doen. Ik ben kapot, maar ik voel wel al het bloed stromen naar mijn hoofd. Misschien als ik uitgeheigd ben, ja, voel ik me eigenlijk wel lekker. Ik heb tip nummer 2 voor jullie. Dat is namelijk veel water drinken. Als je uitgedroogd bent, word je namelijk super moe. Dus als je genoeg water drinkt, dan blijf je wakker. Wakker. De derde tip die ik heb gehad, is dat licht in je oog schijnen super goed schijnt te werken. Nou, kan je natuurlijk een klein lampje nemen, maar ik ga het even wat groter aanpakken. Ik voel me klaar wakker. Hier, nog een lampje erbij. Ik krijg er steeds meer energie van, joh. Goed jongens, ik heb een hele hoop goede tips gehad om wakker te blijven. Verder heb ik super veel mooie ideeën gehoord hier. En ben jij nou iemand die ook altijd super goede ideeën heeft? Dan is de Generation Discover Bright Ideas Challenge misschien wel wat voor jou. In deze challenge kan je al je fantasie kwijt om oplossingen te bedenken voor onze planeet. Denk bijvoorbeeld aan water, voedsel en energie. Deze challenge die loopt nog tot de 28e van april. Dus zorg dat jouw leraar of lerares je met de hele klas snel inschrijft. Meer informatie vind je in de link hier beneden. Schrijf je snel in!